Wat gaat er vanmiddag gebeuren in de bibliotheek Oss? Ik ga de Recycle Mode Workshop geven aan kinderen van 6 tot 12. Ja. En in die workshop gaan ze eigenlijk hun eigen kledingstuk maken. Wat één heeft is dat het eigenlijk afval is en dat het van de afvalhoop wordt gered. Plus dat het er ontzettend mooi uitziet. Oké, nou, ik ben benieuwd wat het straks kan worden. Oké. Bedankt. Een rok. En wat ga jij maken, denk je? Ik wil ook een rok maken. Oké, en welke kleur? Heb je al kleuren zitten kijken? Ja, blauw of groen. Dus als je op wil staan, ga ik eerst even hier staan. Dus dat jullie iets gaan maken wat je eigenlijk zelf het allerleukste en allermooiste vindt. Nu heb ik heel veel dingetjes meegenomen. Ik heb dit meegenomen en dat wordt de basis. Daar kan je namelijk heel makkelijk een mooie rokje van maken. En ik zal even met jullie meelopen. Kijk, want ik heb een paar voorbeelden opgehangen. Hier zie je hem in het blauw. En hier zie ik dat ik allemaal bloemetjes erop heb geplakt. Ik heb ook allemaal bloemen mee. Maar, oké, dan heb ik hier allemaal hele mooie draadjes en lintjes. En ook gewone bolletjes wol. Die kan je gebruiken om je rokje te versieren, maar ook, wat heel belangrijk is, om een dingetje te maken om je middel, om een dingetje doorheen te rijgen, zodat hij goed in je middel blijft zitten. Nou, hier heb ik alle grinsterkralen. Ik vind ze ook heel mooi. Dus ik ben aan de slag en kijk, daar is de bak met al het materiaal. Vastzitten. Kijk, en al die blaadjes zitten er van die flubbertjes vast. Zo, dan trek je eraf en dan is die weg. Dus als je hem vast wil hebben, dan haal je hem door zo'n stukje gaas. Allemaal druk bezig, zie je? Ja, ze zijn heel erg druk bezig. En heel erg leuk, vind ik zelf. Ja. Ze maken allemaal hele leuke, mooie dingen die ze zelf verzonnen hebben. Allemaal goed. Oké. En dan hierin kijken. Helemaal goed, kijk. Kijk, iemand is wel Hey, je hebt alles gepakt. Ging het goed vandaag? Ja, ik vond het heel erg leuk. Oké. Veel gedaan vandaag. 29 kinderen zijn geweest. En gelukkig is er nog wat materiaal overgebleven voor een volgende workshop. Nou, bedankt en tot ziens.